I've known dozens of artists, and I would have really liked to meet Rembrandt. I didn't imagine that I would ever own a painting by Rembrandt. Yeah. I'm going to suggest that we have a cup of coffee. Oh mijn god, dit is goed. Dit is echt goed. Het stond gewoon oog in oog met Rembrandt. How does he do it? Tjok, tjok, tjok. Rembrandt was niet gestoord. Die heeft het expres naar buiten laten lopen. Every time I went to bed, I had Madame on the right and Monsieur on the left. Als de Rembrandts in deze categorie op de markt komen, betekent dat actie. Nous aussi, on voulait les deux peintures. Leggen die Fransen dus ineens 80 miljoen op tafel? Een diplomatieke rel. Nou en? Nou en? Laat maar komen, joh. He lets himself go. A free spirit, in fact. I completely, completely relate to the obsession. Maar dat je echt iets ontdekt uit het niets. You've got one shot. Dat is zo fantastisch. We hebben het gekocht. 120. Dat is een goeie, hè? Nee, dat is helemaal geen Rembrandt. I really don't get this. It's a deeply emotional. Het gaat er uiteindelijk om geld. I'm going to launch the raid on Rembrandt. List en bedrog in de kunstwereld over een nieuw ontdekte Rembrandt. Een bedrieger. Ik had een investeerder die tot miljoenen ging. It's a constant challenge being able to hold and carry. Rembrandt held and carried this. Trust me. Alles of niets. Dit is van Rembrandt. Absoluut. Hoi. I went up to the painting, I took it by both sides of the frame, and I kissed her on the lips.